Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bon Vivant. Dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Je Geld en Je Leven. Vanavond gaan we het hebben over ondernemen in crisistijd. En bij mij aan tafel zitten weer mijn drie vaste deskundigen. Oscar van Schavenbeke, makelaar, welkom. Ja, dank je. René Boon, fiscalist, welkom. Hans Winter, speciale gast vanavond, ondernemer, maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Speciaal welkom aan jou. Dank je wel. En Leo Kok, onze notaris, onze huisnotaris, welkom. U thuis welkom natuurlijk. En zoals ik al zei, we gaan het hebben over ondernemen in crisistijd. Nou ja, de crisis, dat hoef ik u niet uit te leggen, dat weten we allemaal. Hans Winter, jij bent ondernemer. Jij bent eigenaar van een restaurant in Apeldoorn. Ja. Ik denk dat, dat het elke avond leeg is bij jou, of niet? Nee, gelukkig niet. Niet? Nee, het is niet leeg. Het is erg druk zelfs op het moment. We hebben wel een rustige periode gehad, dat is nu 2 jaar terug. Maar we hebben nu geen recessie, geen crisis, nee. Ja, dat verbaast mij echt heel erg aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik zelf ook wel eens gemerkt dat als je eens een keer iets speciaals hebt en je wilt ergens gaan eten en je belt van kunnen we terecht, dat ze zeggen nou pff, nee, we zitten vol. Ja. Maar hoe kan dat nou? Want je zou denken dat uit eten gaan is toch iets, is een luxe, dat een van de eerste dingen is waar mensen op bezuinigen. Ja. Nou, het is een luxe, maar de mensen die hechten er veel waarde aan. We blijven het doen. Ze zijn wel veel kritischer geworden en kijken goed om zich heen waar ze waar voor hun geld krijgen. En daar drijven wij wel in boven dat de mensen merken dat we de continuïteit en de kwaliteit kunnen handhaven tegen een goede prijs. Kwaliteit is denk ik goed bij ons. En je ziet dat de mensen daar vertrouwen in hebben en daarvoor terugkomen. Ja. Maar is het prijsniveau gedaald? Zit dat een beetje in jouw woorden verstopt? Is het algemene prijsniveau wat lager dan nee. In de afgelopen jaar? Nee, het is niet gedaald. Oh ja. Nee, het is in het algemeen wel duurder geworden. Oh. En daar hebben we dus niet aan meegedaan. We hebben dezelfde prijs gehouden, dezelfde kwaliteit. Oh, het relatief goedkoper, zeg maar. Zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ja. Dan de directe collega. Ja. Misschien. Wat je natuurlijk ook kan zeggen van die crisis is dat het... De gemiddelde burger die nog zijn baan heeft behouden, niet zo geraakt heeft nog. Die krijgt zijn salaris nog steeds en dat is nog een beetje meer dan vorig jaar. Koopkracht is wat hoger, dus die kan zich permitteren om te blijven eten. Ja. En zal inderdaad wat kritischer zijn naar de kwaliteit. Ja. Maar de centjes zijn er nog steeds. Ja, mensen die ja. geen baan meer hebben of ondernemers, die hebben het lastiger. Er is ook nog nooit zoveel gespaard als nu, hè? Klopt. Dus misschien dat mensen wel bereid en geneigd zijn om een relatief laag bedrag aan dit soort luxe dingen uit te geven, maar denken, nou die nieuwe auto stellen we nog even uit. En is dat zo? De mensen zijn wel kritisch op de prijzen. Ze willen wel weten, wat krijg ik voor dit bedrag? Als ze puur om geld hebben, ja, ze zijn wel kritisch geworden. Kritischer ook? Ja, absoluut. Maar als dan de kwaliteit klopt, en het niveau is goed, dan zijn ze toch bereid weer de extra fles wijn te kopen. Mm-hmm. Dus in totaal geven ze weer hetzelfde of misschien wel meer uit. Ja. Dus ze willen voor minder, maar uiteindelijk zijn ze bereid hetzelfde bedrag te betalen omdat het toch klopt. Maar jij zei net al, wij letten daar heel erg op. Dus dan op een gegeven moment kom je bovendrijven. Maar als je nu de hele jouw branche, hè, de restaurants en dat soort dingen bekijkt, is het dan... ook daar over het algemeen zo dat eigenlijk er van die crisis niet veel te merken is? Nou, met name 2 jaar terug zag je dat de mensen die de boel niet op de orde hadden, dat die toch wel omvielen. Er zijn een aantal bedrijven zijn vertrokken, er zijn ook nieuwe vrienden plaatsgekomen. Weer jonge mensen die heel enthousiast opstarten en die hebben het best wel lastig om met nieuw geld te beginnen. Mm-hmm. Maar de oudere garde die zat en niet bijbleef, die is omgevallen. Er zijn een paar van omgevallen, ja. Ik denk dat dat het is wat je in alle branches ziet. Als je er niet meer kort op zit, ja. Op de bok, dan ga je het verliezen. Ja. Want dat is niet alleen in restaurants, maar het is overal. Wat heb jij kunnen doen aan wat? Hè? Dat je leeft allemaal, ja, je moet innovatief zijn, je moet nieuwe dingen bedenken. Heb jij dat ook meegemaakt? En dat bedoel ik maar mee, ja, speciale... social media bijvoorbeeld. Ja, social media, maar ook gewoon in het eten.
Heb je extra dingen moeten doen om mensen binnen te halen in relatie tot je concurrentie? Nee. Niet? Ja. Nee. Dat zou ik me kunnen vertellen. Je moet allemaal extra dingen doen voor hetzelfde geld. Nee, we blijven, kijk, die lijn hadden we natuurlijk al uitgezet. We zijn continu bezig met kwaliteitsproducten voor een goede prijs. Regionaal is op het moment zeer gewaardeerd, dus we proberen de artikelen uit de regio te kopen. Ja. Als je daar aan voldoet en je luistert naar je gasten en het, op het moment is het biologisch, mensen willen biologische vlees en vis kunnen eten en groenten. Dat is waar ik nu scherp in ben. Dat is waar ik nu heb liggen. Ja, maar daaronder, dat is eigenlijk ook een beetje onderscheid jij je mee ten opzichte van je collega's waarschijnlijk. Maar ik vind het eigenlijk wel logisch. Ja, ja. Of het is in ieder geval de markt die daarom vraagt. En als je daarop inspeelt en dus de gast kunt bedienen en die dienstbaarheid daarin kunt geven, dan blijf je meedrijven. Ja. En maar samenvatten, het gaat dus goed in jouw branche. Ja, maar dat merk je ook. Wat Richard ook zegt, op een gegeven moment wil je spontaan gaan eten. Ja. Dan vergeet het maar. Vergeet het maar. Ik bedoel, het is uitgesloten. Ja. Je moet 3 dagen van tevoren bellen. Ja. En dat is en dan kun je of om 5 uur of om 9:30 komen. Ja, precies. En dat is soms best vervelend hoor. Als je spontaan ergens wil gaan eten, dan kan dat niet. Ja. Dus zo slecht gaat het inderdaad. Nederland wil tussen 7 en 8:30 willen ze eten. Oh. In het weekend in ieder geval. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus iedereen belt en wil tussen 7 en 8:30. Ja. 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 Wat je eruit kan halen, denk ik, in de breedte, dat zien we ook bij onze klanten, is dat... dat je inderdaad korter op moet zitten, vernieuwend bezig moet zijn, ook kijken wat voor trends er zijn, dat loyaliteit van klanten ook kleiner is. Veel kleiner, dus op het moment met de jaren alleen maar kleiner geworden. Precies, dat als je andere iets tradities. Anders doet, dan lopen ze daar naartoe. Ja. Vroeger ging de familie naar bedrijf X en die bleef daar komen en generatie op generatie, dat is niet meer. Nee. Dus je moet wel wat dat betreft meedoen, social media, de internet. Ja, want dat vind ik interessant, dat stipte jij net al even aan. Ja. Social media heeft een enorme vlucht genomen natuurlijk, gewoon voor mensen zelf, particulieren, maar ook voor bedrijven. Ja. En ik weet, want ik zie het wel eens, dat jij daar ook ingesprongen bent met je bedrijf. Wat merk je daarvan? Werkt dat? Ja, absoluut. Ik kan zien dus de hits, ik kan zien hoe vaak ik bezocht word op internet. Ja, want voor de mensen thuis die dat misschien niet weten, dan hebben we het over bijvoorbeeld twitteren, over een Facebook, Hives, dat soort dingen. Ja, maar ook het bezoek op internet zelf. Jouw internetsite. De site, het menu kan bekeken worden. Op het menu heb ik uitleg van recepten. Ik heb het menu, kan ik presenteren. We zijn seizoensgebonden gerechten, dus we hebben op de kaart. Dus we wisselen steeds van de kaarten. Die worden elke keer weer geprojecteerd op het internet. En ik zie nu dat er echt een toename is in de bezoeken op internet. Dat er veel getwitterd wordt over en weer. Dat er leuke reacties worden gegeven. We zijn bij u wezen eten. En dit was goed. Of kritische noot van zou dat niet anders kunnen. Prima. En dat luisteren we naar en dat willen we ook graag. En als je dan niet helemaal vol zit op een avond, doe je dan een tweet van vanavond de asperges 3 gangen voor 15 euro? Nee, dat doen we niet. Ik vind dat vrij agressief. Ik merk ook wel dat de mensen niet overbeladen willen worden met informatie. Nee, dat ze, klopt. Wel, ja, dus ze sluiten zich aan. We willen graag op de hoogte gehouden worden. Hè, via Twitter of Facebook. Andere vormen, maar ze willen niet elke dag een flutbericht. En ze willen echt met leuke dingen, maar goed, een aanbieding zou best interessant kunnen zijn. Toch, ik heb een training gehad van een echte marketinggoeroe in Nederland over social media. Mm-hmm. En die zegt dus 4-5 berichten per week, niet meer, anders wordt het niet gelezen. En zet er vooral geen commerciële boodschap op. Ja. Want dan ben je zelf aan het verkopen. En dus zet daar een menukaart op of zo. Of leuke dingen. Specialiteiten. Maar verkoop jezelf niet als geen commercie erop. Geen aanbiedingen. Geen aanbiedingen. Dus die asperges komen er niet op. Nou, wat leuk was, mijn dochter is geslaagd voor de school. En dat hadden we dus opgezet van wij hebben een feestje. Ik hoop jullie ook. Ik kom gerust een borrel drinken. Ja, precies. En daar wordt op gereageerd. Ja, maar dat is toch heel leuk. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is een stukje bij jezelf wat je erin brengt waarschijnlijk. Toch zou je de zaak zo ook vol kunnen krijgen. Ik denk dat ook. Noord-Afrika. Ja, maar dat kan ook dingen zijn. De revoluties zijn daardoor ontstaan. Hè? Dus je zou kunnen voorstellen dat je toch zo... Ik kom ook wel eens langs restaurants waar gewoon geen hond zit. En ik woon in de buurt van een restaurant waar ook niet zoveel drukte is. En dan elke keer denk je van, vertikkie, wat zonde, want ze kunnen zo geweldig koken. Ja, klopt. Ja, klopt. Die zouden veel meer mensen moeten hebben. Er zit de basis duidelijk in het luisteren naar de gast, de kwaliteit bieden en luisteren wat de gast wil. En als je dienstbaar opstelt en mensen wil bedienen, dus
goed verzorgen, dan blijf je bovendrijven. Mm. En dat is ook de klacht op het moment dat de bediening, de horeca, niet luistert naar de gast. Dat hij gewoon zijn dingetje doet en nog beter wil zijn dan de anderen in de klas. En nog gekker opmaakt en nog wildere kleurtjes op het bord. Dat is niet de markt. Dat is maar een happy few. De mensen willen continuïteit. En wij hebben echt gerechten die we al jaren verkopen, waar ze mensen speciaal voor komen. We hebben nu een hete steen, Heidenstein. Uit Zwitserland heb ik die meegenomen. En elke avond vragen ze naar die hete steen. Is dat gourmet of niet? Nee, dat is het niet. Dat is het dus niet. Dat is een hele aparte plank met een groot hete steen erop. Waardoor je een hele aparte smaak krijgt van je vlees. En dat kan met wild. We gaan nu zo weer het wildseizoen in. Dat is een prachtige periode. Daar doe ik het met ree en hert. Maar over het algemeen doen we het met ossehazen, toenendam. En die geeft een hele mooie smaak. Het klinkt zelf lekker hoor. Het klinkt lekker. Het is jammer dat je het zon zit. Het is jammer dat wij nog niet gegeten hebben. Ik zal hem de volgende keer nemen. Nee, maar het is een heel mooi product. En daar zie je dat je moet wel onderscheiden van de rest. Met mooie... En het moet kloppen. Ja. De prijskwaliteit moet kloppen. Ja. Maar ik wil nog even iets kritisch. Hè? Dat personeel, dat is er dus nu 2 jaar sinds het begin van die crisis. Hè? 2 jaar geleden had je even een dipje en zo. Ja. Als je nou kijkt naar die personele bezetting, de mensen die het doen, de wijze van belonen, de wijze van inzetten. Mm-hmm. Is daar nou iets veranderd door die crisis? Mensen zijn zelf bereid om meer actie te ondernemen dan dat ze deden. Ze zien hoe gevaarlijk het was en dat ze er toch stonden. Ik heb geen mensen hoeven willen ontslaan. Dus ik ben wel sociaal gebleven naar hun toe. Van, ook als het minder gaat, hou ik je. Ja. En daar heb ik ook heel veel voor teruggekregen. Daar krijg ik veel voor terug. Is dat, je bedoelt de werkhouding is positiever? Ja. Ah, ja. Hoe merk je dat dan, Hans? Dat we ook nog even een half uurtje na blijven om af te drogen. Dat we ook nog een keer extra naar de leverancier gaan om toch het product in huis te hebben. Ja. Dat we toch nog een keer extra de tafel langslopen of de glazen allemaal correct staan, bestekken en netjes ligt. Gewoon dat meer hun best. Ze doen beter hun best. Beter inzet. Ja. Omdat ze dat dan zo belangrijk vinden en zij zien het ook in, dat je daardoor je continuïteit waarborgt. Ja, ja. Ik denk dat er veel bezuinigd wordt en ik denk heel verkeerd bezuinigd wordt in juist in die, jouw sector, zeg maar, door dan maar minder personeel in te zetten. Ja, dat is heel gevaarlijk. Echt levensgevaarlijk. Dus je mag eigenlijk niet te weinig mensen hebben. Nee. Nou, en dat is natuurlijk best lastig. Als ik op maandag 60 gasten heb, zoals afgelopen maandag, dan is dat eigenlijk meer dan wat ik verwacht. Dus dan heb ik daar niet helemaal voldoende personeel voor. Dus dan gaan we direct aan de paniek trekken en dan gaan we mensen bellen, ambulanten, kun je nu komen of thuis, dat mevrouw of ik extra bijkom. Mm-hmm. Want je moet continuïteit hebben in je bediening. Mensen willen niet die avond wachten en veel later of niet geholpen worden. Dat is heel gevaarlijk. En daar kun je dus niet op bezuinigen. Nee. Maar je kunt wel een beetje plannen. Jij zei voor de uitzending, hè, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, het zijn de drukste avonden. Nee, die waren deze week bijzonder druk. Oh, deze week, ja. Okay. En dat is lastig inplannen. Ja, dat is lastig inplannen. Ja, precies. Ja. Maandag en dinsdag. Dus je moet eigenlijk altijd iemand op de achtergrond hebben. Ja. We hebben dus altijd ambulanten die we kunnen bellen. Ja. Want wat is de drukste avond? Over het algemeen? Zaterdag en zondag zijn de drukste avonden. Ja, toch, en dan zaterdagavond is wel de piek. Zaterdagavond zitten we eigenlijk altijd wel vol. Op telefonische reservering en als de mensen dan komen, dan moeten ze aan de bar wachten op een tafel die dan weer vrij komt. Mm-hmm. Ja. Dat is een luxe probleem, dat is ook heel gezellig, heel sociaal aan de bar. Wachten, een drankje, krijg je heel leuke gesprekken. En dat is ook voor ons heel belangrijk, dat we contact krijgen met de gasten. Ja. Ja. Merk je nou sinds de crisis dat je zelf meer in de zaak bent? Dat je, dat is mijn vrouw. Mijn vrouw is de top gastvrouw en die pakt het heel goed op. En die ziet dat de mensen er behoefte aan hebben om de tent en de vent, heel populair gezegd, de eigenaar te kennen. En te zien en herkend worden en weten wat ze gedronken hebben de vorige keer. En die hete steen die beloofd is de volgende keer dan op te krijgen. Ja, maar is het dus ook zo dat ze bij wijze van spreken het idee willen hebben dat ze weten dat jij betrokken bent bij de gerechten die je aan hen geeft? Ja. Dat jij de kok bent. Ja, dat is wel behoefte aan. Nee. Ja, dat willen ze, dat gevoel willen ze hebben. Ja. Ook al is het niet waar. Nou, ook al kun je het niet elke dag zijn. Want we zijn 7 dagen open in de week en 350 dagen in het jaar. Ja, dan kun je dus niet elke dag zijn. Nee. Maar ze willen heel graag de eigenaar zien, mijn vrouw willen ze zien, de chef-kok is die de
daar wordt wel een waarde aan gemeten. Ja. En niet helemaal ten onrechte. Want ik ken genoeg restaurants waar dus geen eigenaar is, waar geen chef-kok de scepters waait. Mm. Waar nog te veel sous-vide gekookt wordt, waar niet echt met kwaliteit gekookt wordt. En die kunnen daar niet tegenop, die kunnen die continuïteit en het gevoel niet geven. Nee. Nee. Nee, als het nou koken vervangt de ondernemer, dan geldt het overal, denk ik. Ja, ja. Ja. Dus we hebben dus nu eigenlijk een aardig rijtje te pakken van de dingen die je in die crisistijd hebt gedaan, waardoor je dus juist goed overleeft en niet alleen overleeft, maar je goed ontwikkelt. Ja, dus toch nieuwe dingen ontwikkeld. Ja, ja. Het is niet vanzelf gegaan. Het ziet er voor mij heel natuurlijk uit. Als ik jou beluister, zijn er toch een aantal cruciale dingen anders. Ja. Misschien maar als het niet geweest, dan ga je dat rustig. Word je makkelijker. Ja. Maar het is denk ik ook wel gewoon een instelling die je gewoon wel of niet zelf hebt. Ja. Hè? Wat je zegt je moet echt een gastheer zijn. Dat moet gewoon in je zitten. Die mensen die gaan alleen maar klagen. Klagen, die gaan dus niet de kaart trekken. Nee. Ja, klopt. Maar heb je nou even, stel dat je een concurrent hebt met wie het niet zo goed gaat, wat zou je nou adviseren? Ophouden of wat moet hij gaan doen? Nog harder vechten. Ja, ja. Maar gewoon goed je boek lezen, goed je ding doen. Jij zegt value for money, persoonlijke aandacht, laten zien wat je rol is en zo'n heleboel. En als je die dingen niet meer kunt doen, dan moet je stoppen. Ja. En mensen die willen beginnen nu, want het is voor een bepaalde categorie mensen is dat volgens mij echt een droom. Een eigen restaurantje, heel romantisch beeld hebben ze daarbij. Ja. Als je dat nou echt wil, wat zijn dan de gouden regels? Nee, ik kan die niet geven. Ik vind dat de mensen die in horeca willen beginnen, dat ze daar echt verstand van zaken moeten hebben. Dus degene die in de keuken staat moet een koksopleiding hebben. Degene die de bediening heeft werkt moet een hotelopleiding gevolgd hebben. Het is niet een speeltje wat je koopt voor je vriendin of voor je vrouw of voor je vriend of voor je man. En dat zien we nog steeds gebeuren. Ja. En te veel. En het is echt slecht voor de horeca. En daardoor, je gaat bij zo'n restaurant ga je boeken, je gaat er eten en je hebt een hele slechte avond. Mm-hmm. Dat risico loop je. Maar je hebt ook wel gezien, die komen en die gaan ook weer. Ja, maar goed, ze presenteren zich wel als een volwaardig restaurant. Ja. En dat zij het eigenlijk nog beter weten, nieuwere dingen en voor een andere prijs kunnen doen. En dat is niet meestal niet waar. Dus dat vind ik dan wel jammer, dat soort situaties voordoen. Ja. We zijn continu bezig met het opleiden van mensen, trainen van mensen, bijhouden. Daar zit onze waarde in, daar moeten we het van hebben. Ja. Maar heb je nu ook al een volgende generatie, want je bent nu al even bezig. Ja. Zijn er nou alweer kinderen van eerste klanten die komen? Want even een ander onderwerp nog wel even. Ja. Die komen al. Ja, dus je hebt het voordeel van de, laat ik maar zeggen, de geschiedenis. En dat is toch dat de mensen blijven komen. Ja, dat zien we wel. Ja. Ja. We zitten 17 jaar nu op de Lolaan. We hebben vanaf de eerste dag gezichten binnengekregen die we nog steeds zien. Ja. En inderdaad daar ook de kinderen van. Ja. Ja. Maar dat is ook een element, hè? Van als je dus nieuw begint, waar we het net over hadden, dat moet je dus allemaal erbij bedenken nog, hè? Ja. En die onderstroom, die is makkelijker goed te bedienen dan het helemaal creëren. Ja. Je hebt al een zeker vertrouwen opgebouwd natuurlijk. Het werven van mensen is niet het moeilijkst, maar het vasthouden, kunnen bedienen, tevreden houden, dat is het belangrijkste voor ons. Wat je ook bij ons in ons vak ziet is dat je als adviseur ook meegroeit met je klant en er komt een nieuwe generatie aan. Dan moet je jongere adviseurs tegenaan zitten, omdat ze niet meer adviseur van vader willen. Ja. 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 Merk je dat bij jullie ook? Ik moet jonge mensen in de bediening hebben of... aan te spreken. Ik heb een hele goede jongen nu in de bediening en die spreekt wel de taal van de jongere mensen. Dat moet ik wel toegeven dat anders gaat dan wanneer ik aan tafel kom. Spiegel je met je publiek. En precies, dus dat is wel waar, dat je toch met jongere mensen of weer jongere doelgroep aanspreekt, dat geloof ik. Hans, ik heb een jongen gevraagd, dat was van de week als op de radio. Dat een of andere, of de wijnkenner was, weet ik niet. We hadden straks even over wijn, had jij het ook, en de beste dat dure fles wijn weer kopen. Of goed glas wijn te betalen. Ja. Die heeft van een aantal goede restaurants, heeft hij gezegd wat de wijn eigenlijk kost. Ja. En daar waren 36
restauranthouders nogal verbolgen over. Ja. Die zijn in conclaaf gegaan hoe ze tegen deze man op internet tekeer moesten gaan. Ja, dat heeft een website. Hij verkocht ze dus voor 95 en in het restaurant werden die flessen verkocht voor 25 euro. Of 30 euro, of 40 euro. Ja, ja. Dus die restauranthouders die waren erg verbolgen over het feit dat bekend werd dat hij dus 25 of 30 euro op een fles wijn verdiende. Ja, ja, nou, zei die internetman van ja, laat het blij zijn, wij verkopen wijn en geven dus aan dat het een hele goede wijn is. Ja. Maar laat zij dan zeggen waarom bij hun die fles wijn wat duurder is. Personeel, nou, dan kun je alles bedenken. Maar hoe denk jij erover? Ja, ik denk dat als dat zou doen, met wijnen die jij schenkt. Ah nee, mijn marges zijn scherp. Dus ik, het gaat niet om die marge. Nee, maar ik heb geen moeite mee dat die prijzen op tafel zouden liggen. Nee, precies. Nee. Maar dat was erg, met name. Ik denk juist de mensen die een te groot rendement willen maken, dat die nogal daar moeite mee hebben. Want dan laten ze zien wat een bijzondere marge erop maakt. Ja, dus ik snap hun verhaal, maar ik heb daar geen last van. Precies. Het is in Nederland nog niet zo dat je je eigen wijn nog meenemen, hè? Dat kan wel. Ja, ja, dat doe je ook wel. Ja, ik heb gasten die een eigen wijn gehad in Frankrijk. Ja. En die willen dan graag hun wijn meenemen. Ja. En dat snap ik ook. En hoe doe je dat dan? Je hebt een voorraadje staan en dan... Ze nemen eigen wijn mee, dat is een dag van tevoren, dat het tempo en rust is. Ik heb ondertussen ook die wijn op de wijnkaart staan, dus dat probleem is opgelost. Maar je kunt dan gewoon afspraak maken dat ik dan een vast bedrag als kurk geld, zoals het vroeger heette. Hoe noem je kurk? Ja, dat is een oude begrip hoor. Okay, kurk geld. Ja. Okay. Dat kun je dan doen. En dan kunnen de mensen dus eigenlijk een eigen flesje mee. Ja. Vroeger was het ook zo dat je in een restaurant, als je je flesje niet leeg had, dan ging de kurk erop. En als je dan een dagje later of een paar dagen dan wordt dat ook nog gedaan. Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Nou heren, ik denk dat wij allemaal eens gaan proeven bij Hans. Voor zover we dat nog niet gedaan hebben. Ik wel. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ik wil jullie allemaal bedanken weer voor jullie bijdrage, met name jou Hans. En ik vond het leuk om, we hebben een onderwerp weer gehad, het gaat weer over de crisis enzovoort, maar om nou eens een positief verhaal te horen en eens een andere kant te horen. En niet overal gaat het heel erg slecht, maar goed, wel hard werken. Ja, vechten. Ja, vechten, hard werken en dan... de kop boven water houden. Goed, nogmaals, hartelijk dank jullie alle vier. U thuis bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Je Geld en Je Leven. En de volgende keer gaan we het hebben over beleggen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bon Vivant.